Wat ik een beetje raar vind, is dat we dus nu al ontdekt hebben dat bepaalde scènes in Gent-West, seksuele scènes, er zijn uitgeknipt en er is een compilatie van gemaakt en dat staat dan op internet. Op een of andere rare sekssite, dat vind ik een beetje raar. We zijn hier vandaag om een aantal hoofdrolspeelsters uit de Vlaamse Orange is the New Black te interviewen. De nieuwe fictiereeks van 4 heet Gent-West en speelt zich af in een vrouwengevangenis. Veronique Dox, de hoofdrolspeelster, komt er terecht na een mislukte poging doodslag op haar man die haar al jarenlang misbruikt. Spanning verzekerd dus. Heb jij in het echte leven ooit al iets crimineel gedaan? Een vriend van mij werd gepest of uitgelachen door zo'n marginale tweeling bij ons in de buurt. En die waren echt gemeen en dan heb ik die een tjoef gegeven. Maar dan heeft hij me keihard aan mijn haar getrokken. Dus. Ik heb wel eens, toen ik jong was, misschien eens een oorbelletje gepikt of eens geëxperimenteerd met een sigaret heel vroeg. Maar dat is het echt wel. En ze hebben mij nooit gepakt. Snoepje in het kruidvat, sorry. Zijn dat echte klappen die jullie moeten uittelen en doet dat soms pijn of is dat een beetje in de scène gezet? Daar zit een heel goed, bekwaam team van stuntmensen achter, dus die leren nu de juiste slagen te geven. Maar dat wil niet zeggen dat soms in uw enthousiasme dat je eens een keer effectief iemand raakt of dat je verkeerd terechtkomt. En zo is dat in de eerste aflevering wel gebeurd, dat er iemand zich zwaar had bijgedaan en er is een ambulance moeten komen. Maar dat is allemaal goed gekomen, maar dat was wel even heel angstaanjagend. Sommige mensen denken dat dit de Vlaamse versie van Orange is the New Black is. Heb je de serie gezien? Ik heb de eerste 2 seizoenen gezien, maar ik vind dat wel iets aan. Ik vond dat heel tof, hè? Dat is een leuke reeks. Maar ik vind Gent-West, dat is dan een remake van Wentworth. Ik vind dat een andere aard van verhaal. Ik vind dat veel dramatischer en donkerder. Ik vond Orange geestig ook. En in Gent-West zit er eigenlijk niet veel humor in. Het is een heel triestig verhaal. Een van de opmerkelijkste scènes is natuurlijk ook de bedscène met Sam dan in de reeks, met Charlotte. Heb je daar al veel reactie op gekregen? Ja, laten we zeggen dat iedereen de reeks al heeft gezien daar iets van wilt zeggen. En dan denk ik, ja, zeg maar. En inderdaad, kan ik dat bevestigen. Ja, wij liggen naakt in bed. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat zijn mijn borsten. Ja, dat zijn haar borsten. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat was eigenlijk echt, dat was zalig. Dat was gieren. Ik kende haar eigenlijk niet. En dat was in het begin hebben we dat gefilmd. Ze kende haar niet, maar ja, zij is super vlot. En ik ben ook geen moeilijker op dat vlak. En dat is zo, mensen denken soms van, oh, moet dat eraan toe gaan en zo awkward. Maar dat is zo technisch. Dat is ook zo, er wordt zoveel over gesproken. Wij bespreken wat we gaan doen, hoe lang dat gaat duren, wat dat je gaat zien, welke bewegingen. Dus dat is eigenlijk gewoon grappig. Dat ging keigoed en wij komen ook goed overeen. Dus dat moet verschrikkelijk zijn als je daarmee uit moet spelen, waar je niet mee klikt of dat niet leuk is. En voor alle twee was dat een beetje overwinnig. Dus dat is wat we voelen. En daarna waren we echt zo, oh, mogen we nog eens? Okay. Is dat okay? De reeks is vol met keitoffe, sexy, stoere, emotionele, oprechte vrouwen met echte verhalen die heel veel meemaken. En waar ik denk dat iedereen wel zich op een of andere manier in gaat herkennen. Het is gewoon met een reeks topmadammen allemaal, van alle leeftijden door elkaar. En dat vind ik ook echt geweldig. Ja, ik denk dat het gewoon echt een heel toffe reeks is. Ik vond het leuk om naar te kijken en te mogen meedoen. Dus ik hoop dat jullie dat ook vinden. Zeker kijken.